Kijk goed naar mij. Kijk dan. Weet jij wie ik ben? Hoe ik heet? Waar ik woon? Van wie ik hou? Nee, jij weet niks van mij. Jij wilt mij kennen. Mij ontroeren. Maar wie ben jij eigenlijk? Denk jij wel eens aan mij? Nou ja, niet aan mij, maar aan mij als publiek. Zie je mij in de klas zitten? Met school binnenkomen in jouw theaterzaal? Of met mijn ouders? Echt niet dus. Dat vraag ik me gewoon af. Of jij, die theater maakt voor kinderen, ook weet wie die kinderen dan zijn. Of dat je eigenlijk meer voor jezelf theater maakt. Dat kan toch ook? Eigenlijk veel logischer als je erover nadenkt. Schaam je soms dat ze je jeugdtheater maken noemen? Want je moet jezelf eerst theater maken. En dan pas voor jong publiek. Dan heb je dus ook theatermakers voor grote mensen. Maar daar hoor jij niet bij. Waarom niet? Waarom heb jij voor mij gekozen? Of werd je gewoon op een dag wakker met het idee, ja, ik ga theater voor kinderen maken, want die heb ik wat te vertellen. Of die kunnen nog wat voor mij opsteken. Of die ga ik ontroeren en laten lachen. Of een kind staat dicht bij mijn wereld. Dus echt niet. Of nog erger, ik ga de wereld veranderen en begin bij een kind. Of kinderen verdienen mijn theater. Ben ik een excuus, zodat jij theater kunt maken? Ik ben jouw publiek. Ik wil het weten. Daar heb ik recht op. Ik moet tenslotte naar jouw theater kijken. Ik moet ook educatieopdrachten doen in de klas. En ik moet ook gesprekken over jouw theater voeren. Ik heb het er maar druk mee met jouw theater. Dus wil ik een antwoord. Ik vind het niet erg om heel veel te moeten. Maar realiseer je wel dat ik als kind al heel veel moet. Ik moet naar school, ik moet naar sport, ik moet afwassen en opruimen. Ik moet aardig zijn en geen pubergedrag vertonen. Ik moet vriendjes maken, ik moet huiswerk doen, ik moet naar feestjes, ik moet van mijn ouders houden. Ik moet eruit halen wat erin zit. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er is heel veel te moeten in mijn leven. En daar hoor jij ook bij. En denk maar niet dat ik jou meteen aardig vind. Dat ik jouw theater meteen goed vind. We kennen elkaar niet eens. Vertel me eens gewoon een echt goed verhaal. Maar dan moet het wel over mij gaan. Ik denk dat jij denkt dat ik allerlei dingen denk die helemaal niet zo zijn. Ik ben helemaal niet zo'n kind. Misschien was ik ooit zo'n kind. Lang geleden. Toen jij nog jong was. En geen subsidie had. Misschien was je toen dicht bij mij. Zo jong zul je nooit meer zijn. Jij wordt me ouder en ouder. Deze hele zaal zit vol oude mensen. Die dingen voor kinderen doen. En dat al heel en heel lang doen. Dat is heel vreselijk. Ga eens wat anders doen. Maak ruimte voor jonge, nieuwe mensen. Met jonge, nieuwe ideeën die bij mij passen. Hoe ouder jij wordt, hoe verder jij van mij afstaat. Kun jij over die tijd heen springen? Je kunt mij nooit vangen en vasthouden. Misschien lukt het je even mijn aandacht te grijpen. Mij te laten lachen. Of mij pijn te doen, zodat ik moet huilen. En dat is wat jij wilt. Maar dat is maar even. Ik weet best dat het allemaal maar theater is. Een soort spelletje, waarbij iedereen doet alsof hij iemand is. En doet alsof hij pijn voelt. En doet alsof er wat gebeurt. Maar het is gewoon een spelletje. Maar voor jou is het echt. Voor jou is het echter dan voor mij. Kun je mij niet eens vragen? Mij dus.
wat ik eigenlijk wil zien in jouw theater. Want niemand vraagt mij wat. Of ben je bang dat ik een soort truc ben, die alleen maar MTV kijkt en van musicals houdt? Opgevoed moet worden in de kunst, zoals op school vaak denken. Ja, als je dan kinderen overlaat, dan hangen ze op de banken, vreten popcorn en kijken Nickelodeon. En daarom ben jij er dus. En daarom ben jij er dus. Jij denkt dat ik een kind ben, maar ik ben niet wat jij denkt dat ik ben. Ik verander steeds. Ik leef sneller dan jij kunt volgen. Voor je het weet, ben ik weg. Kleine kinderen worden groot, grote mensen die gaan dood, en dat duurt maar even.